Welkom. Ik doe mijn talk gewoon in het Nederlands. Mijn talks hebben altijd een vrij hoog interactief niveau. Dus het wordt vast heel gezellig. Het gaat over een ideetje wat ik heb voor een nieuwe documentenworkflow voor de overheid. Wie ben ik? Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Jeroen Baten. Ik hou me al mijn hele leven met innovatie bezig, dan vooral op ICT-vlak. Ik heb mezelf op een gegeven moment solutionist gedoopt. Nou, ik los problemen op. Dan hoef je ook niet uit te leggen wat een IT-specialist is. Gewoon, ja, ik los een probleem op. Zeg maar welk IT-probleem je hebt en dan praten we daarna verder. En ik ben ook projectleider van de LibrePlan project. Dat is een web-based projectmanagement applicatie. Wat over de hele wereld gebruikt wordt. Het is echt best wel grappig als je dat in één keer erft als projectleider. En vanaf nul ga je in één keer naar 4 mailtjes van onbekende bedrijven per dag. Dit ben ik in plaatjes. We hebben thuis een mooie bus. En voor mijn verjaardag kreeg ik daar een tux op van mijn lieftallige vrouw. Het is een rolstoelbus, dus dan kun je wel voorstellen dat we dat niet voor niks hebben. Ik doe ook dingen met scouting. Ik ben een aantal jaar, 10 jaar brandweerman geweest. En dit is het gesmolten stukje van mijn helm. Maar toen was het heet. Maar het was een oefensituatie. Dus ja, het was hittetraining. Nou, dan kijk je hoe ver je kan gaan. En ik kon verder dan mijn materiaal. Beter dan andersom, toch? Oké. Het begint met dit verhaal met de overheden en documentenworkflows. Die heb je talloze. Denk aan geboorteregistratie, huwelijken. Maar ook een notaris die op een gegeven moment een officieel document maakt. Dat je eigenaar van een huis bent of een hypotheek hebt aangeschaft. Juridische documenten, huiszoekingsbevelen die ondertekend moeten worden door een rechter. Er zijn in overheidsland, in breed gezien, erg veel documenten gaande. En voordat ik daar verder iets over vertel, weet iemand wat GPG is? Dat is jammer dat je dat zegt. Nee, GPG staat voor GNU Privacy Guard. En dat is een play op de originele afkorting PGP. Wat staat voor Pretty Good Privacy. En het is een open source pakket, programma. Waarmee je public key encryptie en ondertekening kan doen. Dus jij genereert voor jezelf een digitale handtekening. Die bestaat uit 2 delen. Een geheim deel en een publiek deel. Dat publiek deel dat verspreid je. En mensen die dan dus bijvoorbeeld een vertrouwelijk e-mail naar jou willen sturen, die versleutelen het met jouw publieke deel van de sleutel. En als jij dan die mail krijgt, dan kun je met jouw geheime deel van die sleutel het bericht weer ontcijferen. En op die manier is dat heel, heel betrouwbaar en veilig. Je kunt dus berichtenverkeer versleutelen op een vrij makkelijke wijze, maar je kunt ook dingen van een handtekening voorzien. Zo van ja, hè, iedereen mag het lezen, maar dit is in feite een handtekening door mij. En die is te verifiëren door iedereen met dat publieke sleutel. Oh, inderdaad, Pietje heeft die handtekening gezet. Nou, dat gedeelte van de functionaliteit, daar hebben we het vandaag over. Dus niet over berichtenverkeer, maar over het digitaal ondertekenen van zaken. Nou, hoe zit het nou met handtekeningen? Nou, dat begint eigenlijk al 3000 voor Christus met een pictogram. En dan werd een pictogram op een brief gezet, een of ander huisje of zo, met van mij wat een paard erin. En dan wist iedereen, nou, dat is van Floris whatever, die daar zijn zegel aan verbindt. De eerste handgeschreven handtekening was El Cid in Spanje in 1069. En in 1677 kwam de UK met een framework in wet, die dus aangaf van, weet je, een handtekening is voor ons juridisch bindend. De Statute of Frauds. Nou, dan kreeg je daarna de Telegraaf. En bij de Telegraaf hebben ze ook na zitten denken. En dan kwamen ze dus tot een digitale handtekening. Dus als jij met je morsecodes daar een bepaalde serie onder deed, dan was dat een digitale handtekening onder een telegram. In 1980 werd de fax geaccepteerd als juridisch bewijs. Gewoon zo van ja, het signaal gaat van A naar B. En wat eruit komt is gelijk aan wat erin komt. Dus integriteit van het signaal. In 1995 had je de opkomst van digitaal geld. DigiCash was een Amsterdamse start-up die als een van de eerste experimenteerde met digitaal geld.
werd toen niet zo'n hit als dat het op dit moment is. Maar ja, goed. In 2000 had je natuurlijk de opkomst van digitale ondertekeningssoftware, maar dan in commerciële producten. Nou, daar heb ik in het kader van deze lezing nogal wat bezwaren bij. En 2008 kwam de distributed blockchain de wereld in. Dan hebben we het niet over de smart blockchain. Dat is een heel ander verhaal, waarvan ik zelfs niet eens weet wat het zou moeten betekenen. GPG nog eventjes als voorbeeld. Ik heb hier gewoon een stuk berichttekst. Ik pak die berichttekst in een bestand e-mail.txt en ik doe dat commandootje. En dan krijg ik diezelfde berichttekst met een digitale string eronder die je gewoon kan lezen in feite. Tenminste menselijk leesbaar, maar niet begrijpelijk. En dat is dan je PGP ondertekening. Nou, kom op bij een blockchain. Want ik ga een combinatie maken van dat PGP, GPG en blockchain. Weet er iemand wat een blockchain... Weet iemand niet wat een blockchain is? Oké. Okay. Is eigenlijk in de basis heel simpel. En ik hou ervan om dingen simpel te maken. Een blockchain is een database. Dat niet alleen. Het is een database waar ik alleen maar dingen aan kan toevoegen. Dus ik kan niks eraf halen. Ik kan alleen maar toevoegen. En ik kan ook niet wijzigen. En waarom kan ik het niet wijzigen? Omdat elk blok wat ik toevoeg wordt digitaal ondertekend met de digitale handtekeningen van het blok ervoor. Dus als ik op een gegeven moment een blok muteer, dan klopt daarna alle handtekeningen niet meer. Nou, daar kan ik natuurlijk omheen door te zeggen van oké, ik heb een blockchain en ik wil halverwege een mutatie doen. Weet je wat? Ik exporteer eerst de eerste helft van die blockchain. Die zet ik in een nieuwe blockchain. Dan muteer ik wat ik wil muteren. Die voeg ik daaraan toe. En daarna pak ik de rest van die blockchain. En die voeg ik er ook aan toe. Dat kan. Dan heb ik dus een originele blockchain wel gemuteerd. De clue om dit te voorkomen is dat we dus de blockchain data distribueren. Dus jij verbindt blockchain servers met elkaar. En dan wordt die database verspreid. En op het moment dat jij dan zelf iets muteert, dan zegt iedereen, ja, maar dat kan niet. Je hebt iets aangepast. En dan is dus jouw integriteit niet meer overtuigend. Nou, dat is, ja, dus in principe is de database, je kunt er alleen maar dingen aan toevoegen. En alles wat je toevoegt wordt digitaal ondertekend met een signature die afhankelijk is van de blok ervoor. Nou, that's it. Wat is nou het idee? Nou, gebruik dus een blockchain als een veilige administratie, hè, database. Gebruik GPG om documenten te ondertekenen. In mijn geval heb ik hier een pokje gemaakt. Dat is gewoon een proof of concept. Van, nou, kan dit? Met Multichain is een open source blockchain pakketje. En voeg vervolgens ondertekende documenten toe aan die blockchain. Nou, that's it. Nou, als je het wil zien, kan ik zelfs een demo geven. Nou, sterker nog, dat heb ik een beetje in de tijd ingecalculeerd. Dus ja, helaas, gaan we het gewoon doen. Het is een Python applicatie die van Flask gebruik maakt. Is echt super simpel. Dat is goed, dus zien jullie nou een browser, net als ik. Ja, inderdaad. Nou, we gaan naar een hele fancy server, die heet Localhost. Dat vraag maar Rian, 127.0.0, daar zitten de hackers. En dit is het. Het spul staat trouwens op GitHub. En het leuke is dus dat na mijn eerste keer dat ik deze talk gaf, kwam iemand van, kijk, ik heb even voor jou een leuke Docker beeldfile gemaakt. Dus nou, als je die dreunt, dan heb je meteen een mooie light Debian dingetje met, hartstikke leuk. Maar goed, dit is gewoon even lokaal. Ik start eventjes de software. Zo, running. Kan ik er info uithalen. Ja, dus ik doe gewoon een call get info naar die multichain demon. En die vertelt me wat over zichzelf. Hij heeft een aantal streams gedefinieerd. Een aantal transacties. En ik heb een database. Nou, wat gebeurt er? Ik heb gewoon bedacht, wat is nou een in de basis een workflow om
documenten versleuteld toe te voegen. Nou, dat begint ermee dat je dus moet, in staat moet zijn om een bestand te uploaden. Je kunt natuurlijk ook een webservice van maken, die, hè, maar een entrypunt, dus uploaden. Dan krijg je vervolgens iemand die assigned, hè, die zegt van nou, dit document moet ondertekend worden door Jantje, Pietje, Klaasje. Vervolgens logt iemand in met zijn user ID en die krijgt dus een lijst van oh, deze documenten moet ik ondertekenen. En als laatste wil ik natuurlijk kunnen controleren of een bepaald document daar te vinden is en ondertekend is. Nou, dat gaan we even demonstreren. Ziet er vrij simpel uit. Upload. Nou, ik heb twee bestanden op dit moment al ooit geüpload. En natuurlijk, ja, ik had het laten zien, maar je kunt bladeren en een bestand toevoegen. En het is niet zo vreselijk spannend. Dan kun je assignen. Nou, dan pak je gewoon een document. Deze. Dan zeg ik, nou, dit bestand moet ondertekend worden door die gebruiker. Nou, klaar. Op een gegeven moment zegt dus die gebruiker, die meldt zich. Nou, en dat doe je normaal gesproken met een user die wachtwoord. Maar nou zeg ik, selecteer maar gewoon de gebruiker. Hè, want het is tenslotte een POC-omgeving, dus ik heb alle vrijheid. Nou, ik ben meneer test 2. Wachtwoord test 2, want toch mijn demo. En die zegt van nou, ik heb hier een aantal documenten. Welke moet ik ondertekenen? Nou, doe maar de onderste. Nou, test 2. Ja, en het vreemde is dat dan de GUI nog een keer ertussendoor komt. Zo. Oh, apart. Dit is typisch een demo-effect verhaal. Hop, pakken we die eerste. Ah, caps lock staat aan. Juist. Ah, uit. Het helpdesk staat caps lock aan. Ja, zo. Ja, zie je. En dan krijg ik een transactie-ID terug van die blockchain. Van ja, ik heb hem toegevoegd. En onder dit transactie-ID kun jij je spullen terugvinden. Nou, dat is mooi. Dan gaan we checken. Ja, zegt hij, ik heb hier een aantal documenten. Welke wil je checken? Nou, doe deze maar. Dan krijg ik ook een demo-effect. Nog een keer. Ja, dat is jammer. En deze dan? Ja, deze doet het wel. Oh, zegt hij. Nou, ik heb hier twee versies van opgeslagen. Op 11, 18, 10, 31, 14 en 36. Welke wil je controleren qua handtekening? Nou, doe die bovenste maar. Nou, zegt hij. Even gekeken. En dat document is ondertekend. Hebben we download hij hem uit de blockchain database. En verifieert met een GPG-commando. Is dit document ondertekend en door wie? En dan krijg je dus een goede handtekening van gebruiker test 2. Nou, that's it. Waarom heb ik dit gemaakt? Het heeft ermee te maken. Even kijken zo. Oh wacht, deze nog niet. Zo, het heeft ermee te maken omdat ik een beetje huiverig was dat op een gegeven moment dit in closed source wordt ontwikkeld en dat dan een of andere CEO bij een of andere willekeurige overheidsorganisatie zegt van, oh jee, maar dit is zo mooi, dit gaan wij uitrollen in onze organisaties. En vervolgens heb je dus een gesloten product wat infrastructureel van enorm belang is voor Nederland. Want daar komen al je documenten in. Dus vandaar dat ik zelf, nou, ik wil gewoon bewijzen dat dit kan. Dan kan nooit iemand zeggen van, oh, we hebben toch zoiets unieks bedacht. Ja, dat klopt. Is ook misschien uniek, weet ik niet. Maar ik heb in elk geval een proof of conceptje gemaakt om te laten zien dat het kan. That's it. Vervolgens, toen ik die lezing in november gaf in Eindhoven, zat er iemand in de zaal van een ministerie. En die had zelf een hele leuke blogpost geschreven over hoe je Git zou kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van wetteksten met diverse mensen die daar stukjes tekst aan wijzigen, uitbreiden, etc. En nou, we hebben een heel leuk gesprek over gehad. En wat blijkt nou? Die kwam dus na mijn
lezing. Een week daarna van nou, hey, Jos van de Oever heet hij. Credits where credits are due, vind ik. En die zegt van, joh, er is ook een decode project. Blijkt dus dat Barcelona en Amsterdam bezig zijn met een variant hiervan. En die variant houdt in dat je ook een blockchain hebt, maar dat je in die blockchain dan burgergegevens uploadt. En dat je dan aan de burger zelf vraagt aan wie mogen die gegevens ter beschikking worden gesteld. Dus dat is iets anders dan ondertekende juridische documenten. Maar ja, het is een blockchain variant. En die maken dit ook in open source en staat op GitHub. Dus best wel cool om te zien en mee te maken. Met wat links naar dat project. Nou, dat is in een notendop het verhaal. Zijn er vragen? Ja. Ik heb twee vragen. De eerste is, hoe ga je om met sleutelbeheer? Bij mijn weten zijn private en public keys, die hebben een leeftijd. Hoe ga je ermee om op het moment dat bijvoorbeeld de private key compromised wordt? Ja. Hoe doe je dan eventueel zaken als resigning? Ja, bij GPG kun je een key een levensduur meegeven. En dat wil niet zeggen dat die na die levensduur niet meer geldig is. Maar dat wil zeggen dat als er een key is met een nieuwere levensduur, dan krijgt die preference. Je kunt dit systeem gebruiken als je bijvoorbeeld zegt van, nou weet je, we maken keys en ik wil bijvoorbeeld als burger kunnen verifiëren dat een huiszoekingsbevel inderdaad door rechter X is ondertekend. Dus ik moet toegang hebben tot de public key van die rechter. Nou, er zijn natuurlijk met GPG key servers is die infrastructuur gewoon al in de wereld aanwezig. Je kunt gewoon aan een key server zowel public als private keys uploaden. En dat wordt gewoon gedistribueerd en gesynct onderling. Daar wordt nu verhoudingsgewijs nog niet zoveel gebruik van gemaakt. Omdat ja, het eigenlijk alleen in de GPG community en de mensen die e-mails ondertekenen gebruikt wordt. Terwijl als je dit gaat gebruiken, dan heb je natuurlijk eigenlijk veel meer, dan krijg je een aanwas aan GPG gebruikers. Maar ja, de infrastructuur ervoor, die is er gewoon. Oké, en de tweede vraag, hoe schaalbaar is dit? Want op het moment dat er inderdaad al die documenten aan worden toegevoegd, dan groeit het volgens mij echt heel erg snel en exponentieel. Nou, het wordt pas exponentieel als je dus ook exponentieel organisaties toevoegt. Maar je kunt prima een blockchain oplossing per organisatie doen. Wat je kunt doen met de multichain wat ik hier gebruik, is je kunt daar de streams in definiëren. En je kunt ook per stream synken. Dus synchroniseren naar andere servers. Als je dus zegt van nou, ik definieer een stream 2018, dan komen daar de documenten in voor 2018. En op een gegeven moment wordt dat gesynct naar een archief toe. En voor 2019 wordt er een 2019 stream aangemaakt. En dus als jij zegt, ik ben alleen maar geïnteresseerd in de documenten 2019, sync jij alleen dat jaar. Ben je geïnteresseerd in 10 jaar, synchroniseer je 10 jaar. Maar ja, je moet dus niet dit gaan gebruiken met één centrale database waar iedereen op. Nee, dat werkt nooit in de ICT, dus nu ook al helemaal niet. Nee, je moet het distribueren. Maar er is niks mis mee om dit bijvoorbeeld te zeggen, nou, noem maar wat, per ministerie. En per juridische entiteit heb je een eigen server. Alleen ja, je moet hem dus wel, en daar gaat het dus wel om, je moet dus wel die data openmaken. Zodat mensen, burgers, naar vrijheid daarmee kunnen synken. Ook alleen read-only, hè, want je wil niet dat burgers aan hun server iets toevoegen. Dat er vervolgens weer gesynkt wordt naar de server van het ministerie. Dat is niet de bedoeling. Maar je kunt dat dus prima met bijvoorbeeld die multichain. Met rechten kun je dat instellen. Oké, graag gedaan. Meer vragen? Oké, nou dan dank ik u voor de aandacht. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Yay! Yay.